Er was een flinke opkomst voor de oefendag voor gehandicapten met aangepaste auto, die gehouden werd op het terrein van het korps mobiele colonnes van de legerplaats Krailo. Voor wie zelf niet rijden kan, bestaat nu de mogelijkheid zich door een elektrisch bediende lier zelf aan boord van een aangepaste auto te hijsen. Wie wel kan rijden, maar zijn invalide wagen niet kan tillen, kan hem met een pneumatische hefinrichting binnenhalen. Wie de voet niet scharnierend kan bewegen, krijgt een remslof. Knoppen voor richtingaanwijzers en ruitenwisser. Wie geen knijpkracht in de handen heeft, kan toch sturen. Met de rechterhand kan hij de richting aangeven. Gas geven. En remmen. Met de elleboogschakelaar kan men de lichten bedienen. Op een parcours kunnen de gehandicapten alledaagse rij- en parkeermanoeuvres oefenen. Geholpen door instructeurs van politie en leger en zonder te worden gehinderd door andere verkeersdeelnemers. Wie door een handicap wordt getroffen vreest vaak zijn rijbewijs te zullen verliezen. Hij moet zijn handicap wel melden om eventuele voorzieningen aan zijn auto te laten aanbrengen. Hij krijgt dan een aantekening op zijn rijbewijs, maar hoeft geen examen meer af te leggen. Soms zal een gehandicapte meer moeten kunnen dan anderen, bijvoorbeeld een smeerbrug oprijden, omdat een monteur dat met die vreemde wagen niet aandurft. Voor wie dit alles spelenderwijze gedaan heeft, zijn er nog behendigheidsoefeningen. Bijvoorbeeld een bal in een doel werken. Verder blijkt verrassenderwijze dat men zich ook best kan amuseren met een milieuvriendelijke motor. Een geluidloze bovendien, zolang hij niet blaft.